1895. Robert van Genechten, geboren in Antwerpen. 1914. Van Genechten start bij uitbreken Eerste Wereldoorlog studierechten in Utrecht. 1916. Van Genechten vervolgt studie in Gent en sluit zich aan bij de Vlaams Nationalistische Beweging. 1918. Van Genechten vlucht naar Nederland. 1920. Van Genechten ter dood veroordeeld in België wegens collaboratie met de Duitsers. Niet uitgeleverd door Nederland. 1922. Van Genechten trouwt met Popje Hiemstra en krijgt 2 zonen, Frits en Martin. 1924. Van Genechten studeert cum laude af als jurist. 1927. Van Genechten promoveert cum laude in de economie. 1930. Van Genechten genaturaliseerd tot Nederlander. 1934. Van Genechten lid van de NSB, is vormingsleider van de NSB, rechterhand van Anton Mussert. 1940. Van Genechten benoemd tot procureur-generaal van het Gerechtshof in Den Haag. Een overtuigd nationaal-socialist. 1943. Van Genechten komt toch in verzet tegen de bezetter. Hij verzette zich tegen het Duitse optreden tegen studenten, tegen het werven van vrijwilligers voor de Waffen-SS, tegen het doden van gijzelaars voor aanslagen op NSB'ers en tegen het afleggen van de eed op Hitler door de Nederlandse SS. 1 februari 1943. Van Genechten uit NSB gezet. Van Genechten ontheven uit zijn functie van procureur-generaal. Van Genechten schiet een kogel door zijn hoofd. De zelfmoordpoging mislukt. Van Genechten krijgt behandeling in de psychiatrische kliniek van de Universiteit Utrecht. 1945. Van Genechten wordt gearresteerd wegens collaboratie met de Duitsers. Hij zit in de strafgevangenis in Scheveningen. 17 oktober 1945. Van Genechten wordt als tweede Nederlander ter dood veroordeeld. 13 december 1945. Robert van Genechten krijgt om 7 uur een glaasje melk. Van Genechten hangt zich om even over 7:30 op aan de afgescheurde broekbanden van zijn onderbroeken aan de centrale verwarming in zijn cel. Hij komt in een massagraf op de Algemene Begraafplaats in Den Haag. De man die 2 keer ter dood werd veroordeeld. Ik ben herinneringenverzamelaar voor een aantal doden op begraafplaats Soestbergen in Utrecht. Daartoe doe ik iets wat eigenlijk niet kan. Ik geef ze voor even een stem terug middels een acteur. Ik loop hier met Jan Pot op de begraafplaats. Jij bent grafdelver hier, hè? Ja. Ik wil jou wat laten zien. Wil je even meelopen? Ja, is goed. Kijk. Misschien kun jij even voorlezen wat hier staat. In herinnering Rob Genecht en Frits Genecht. Ja. Weet je wie dit waren? Nou ja, ik heb er wel eens een klein beetje van gehoord. Het waren volgens mij NSB'ers of zo. Wat ik ervan weet aan, hoor. Dus het echte fijne weet ik er niet van. En wat vind je daarvan, dat hier NSB'ers liggen? Ja, je had ook wel goede NSB'ers, denk ik. En ook slechte, dus ja, daar kan ik niet over oordelen. Dus... Nee, dat is ook moeilijk om daarover te oordelen. Maar meestal, als we in deze tijd leven en ik hoor NSB'er, dan ik vind dat zelf altijd ook wel een beetje lastig, merk ik aan mezelf. Ja, omdat je weet dat ze een heleboel vrouwen hebben en zo. Dus dat is dan de slechte kant. Dat je denkt, ja, dan horen ze je niet. Je kan wel eens over iemand oordelen. Maar dan moet je het zelf weten, zeg ik altijd. En als ik dat niet echt weet, dan doe ik ook geen oordeel. En als het wel zo is, nou ja, dan hadden ze mij ook gewoon in een put gegooid mogen worden. Ik noem wat, als ze echt zo slecht waren. Dus, maar ik bedoel, ja, dat weet ik niet. Dus dan oordeel ik niet. Dag, meneer Van Genechten. Dag. Vanwaar dit genoegen? Tja, waar ben ik? U ligt op begraafplaats Soestbergen in Utrecht samen met uw zoon Frits van Genechten. Ik weet niet waar uw vrouw en uw andere zoon zijn. Tja, u overvalt me. Ik lig in Utrecht begraven met mijn zoon. Onze namen staan hier op een grafsteen. Ja, u bent na uw zelfmoord in een anoniem graf in Den Haag begraven. Maar uw vrouw Popje heeft u 13 jaar later naar Utrecht gehaald. Ah, zo. Maar mijn zoon? Waarom lig ik met hem in één graf? Hoe is het met hem vergaan? Ik heb spijt betuigd, maar vooral gevraagd of mijn gezin mededogen zou krijgen. Er is naar u geluisterd. Uw zoon Frits werd onder voorwaarden in vrijheid gesteld na uw dood. Hij was ook lid van de NSB en actief bij de Nationale Jeugdstorm. Geen idee wat uw zoon heeft uitgespookt, trouwens, in de oorlog. Zijn uw zaken niet, mevrouw? Nee, maar hij bleef wel onder toezicht van de stichting Toezicht Politieke Delinquenten. En hij werd zelfs door die ruimhartige directeur van die stichting in huis genomen. Ah, dat is prijzenswaardig te noemen. Maar het is niet goed afgelopen met hem. Ik ga naar Antwerpen, meneer Van Genechten. Daar waar uw leven begon en uw ideeën over die in uw ogen betere wereld ontstonden. Oh ja, u doet maar, mevrouw. Dat ga ik ook doen. Ik ga naar de biograaf van Paul van Ostaijen. Dat is trouwens een dichter van wie ik een gedichtje in mijn middelbare schoolagenda had staan. Mark, goedsmorgens de dingen. Dag ventje met de fiets op de vaas met de bloem, bloem, bloem. Mevrouw, dat kan hij niet geschreven hebben gedurende onze middelbare schooltijd. We waren wel met belangrijkere zaken bezig. Ik wou gewoon even luchtig beginnen. Maar goed, eigenlijk ben ik vrij onthutst over wat ik in een aantal brieven las die u schreef aan Paul van Ostaijen net na de Eerste Wereldoorlog. En daar ga ik over praten met die biograaf. Maar even, hoe u over vrouwen schrijft. Zeg, u zoekt me ongevraagd op en neemt ook nogal de leiding. Zaken die me niet bevallen en zeker niet als een vrouw dat doet. Domme schepsels, wezens zonder ethos, hou eens op zeg. Ik ga hier niet eens met u over van gedachten wisselen, mevrouw. Dit is hoe ik denk en hoe ik denk, daar heb ik nooit twijfels over gehad. Mensen hebben me niet goed begrepen. Nou, laten we elkaar niet gaan overtuigen, dat lijkt me een heilloze zaak. Op de middelbare school zat u in de klas bij de dichter Paul van Ostaijen. Jullie werden geestverwanten en ik ben bij de biograaf van Paul van Ostaijen. Wie ben je? Hallo, ik ben Matthijs de Ridder. Wat voor pubers zullen het geweest zijn, die jongens eigenlijk? Bedweters en gelijkhebbers. Ja? En het waren jongens die... Militante jongens op de middelbare school. Oh, misschien wel inderdaad. Ja, het waren in ieder geval jongens die al heel vroeg wisten waar ze heen wilden. En ze gingen allebei bij de Vlaams Nationalistische Beweging, begreep ik. Ja, dat is niet echt een vereniging waar je lid van kan worden, maar dat is een overtuiging. Hè, maar inderdaad, ze noemt dat de Vlaamse Beweging. En daar hadden ze inderdaad allebei een grote rol in. Hè. Van Ostaijen, die begon al heel vroeg gedichten te schrijven. En Van Genechten was veel minder artistiek aangelegd. Maar Van Genechten was iemand die al heel vroeg ging nadenken over hoe een toekomstige, eventuele Vlaamse staat er moest uitzien. Nu, het basisbeginsel is, een Vlaamse staat is een nazistaat. Dus dat betekent dat het Vlaamse volk de Vlaamse staat uitmaakt. Dus hij wilde echt Vlaanderen los uit België. En Vlaanderen moest een Nederlandstalige staat worden. Zeker. Klinkt nog steeds als een goed plan. Dus ze waren ongeveer 18 toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak. En die Eerste Wereldoorlog maakte natuurlijk dat die omstandigheid waarin ze gingen nadenken over het toekomstige Vlaanderen ineens heel vreemd was. Dat was een bezetter. Maar die bezetter, daar kon je ook wel een beetje gebruik van maken. Want die bezetter die vernederlandste in 1916 bijvoorbeeld de Universiteit van Gent. Kijk, en dat vond hij leuk. Dat vond hij inderdaad geweldig. En hij begon ook gelijk bij het tijdschrift van de studenten. Aula heette dat. En in Aula was hij de politieke redacteur. Dus hij had elke maand wel zo'n beetje een ander idee. En die ideeën die gingen van min of meer democratisch naar een dictatoriale staat, of in ieder geval een staat waarin de mensen die er heel goed over hadden nagedacht het voor het zeggen kregen. Dus dat is de mensen die... Maar hij was niet echt standvastig in hoe het ideeën in ontwikkeling, mevrouw. Dat vereist enig denkwerk. Maar ondertussen, hij was uitgeweken naar Nederland. Laten we eerst even zijn rol in de Eerste Wereldoorlog even wat... want dat werd hem niet door de Vlamingen in dank afgenomen, hoe hij zich had opgesteld. Als jongen eigenlijk. Ja, inderdaad. Nee, het activisme noemen we dat. Dus eigenlijk wat je in de Tweede Wereldoorlog de collaboratie zou noemen. Dat heet in de Eerste Wereldoorlog het activisme. Ja, daar was hij goed bij. Ja, die term gebruiken we voor mensen die de hulp van de bezetter aanvaarden. Zeg je dat keurig. Mooi, hè? Ja. En hij deed aan propaganda. Dus hij ging spreken voor kleinere en hele grote zalen zelfs ook. En daarin vertelde hij hoe hij de toekomst zag. En geloofden de mensen hem een beetje? Ja, hij was redelijk succesvol als spreker in die periode. Van Genechten is altijd op zoek naar autoriteit. Dus hij vindt dat de mensen die er goed over hebben nagedacht... Wat hem betreft dan, hè? Mensen die het ook met hem eens zijn. Maar ja, mensen... niet veel tegenspraak. Nee, inderdaad. Hè? Dus mensen die in zichzelf de waarheid hebben gevonden. Yeah. Hè? Die mensen... Daar moet je naar luisteren. Die zouden uiteindelijk de macht moeten hebben. Het is lang geleden dit allemaal. Ik snap nog steeds niet wat er mis is met autoriteit. Dat heeft een volk nodig, anders wordt het chaos. Want hij woonde dus in 1919 in Nederland en van Ostaijen in Berlijn. En ik heb hier nou een boekje in mijn handen. Die brieven heb jij verzameld. Het zijn maar 5 brieven van Genechten. En het heet Macht moet zijn in handen van de mensen met ethos. Ja. Ik heb dit gelezen, maar echt over vrouwen dacht hij ook echt vreselijk. Nee. Wat vond hij van vrouwen? Ja, alles wat vrouwelijk is... Dat is meteen ook verwijfd en dat is niet goed. Nee, en vrouwen kunnen niet nadenken, kunnen nooit mensen met ethos zijn. Ik vind het nogal uitspraken. Absoluut. Ik ben benieuwd wat Van Genechten ervan vindt dat ik nu een verhaal over hem ga maken als vrouw. Daar zou hij ongetwijfeld wel eens bedenking bij hebben, inderdaad. Ik zou u zeker niet hebben uitgekozen om terug te blikken op mijn leven. Maar goed, mijn nieuwsgierigheid geeft u het voordeel van de twijfel. En Nederlanders vindt hij ook maar een stel hersenloze wezens, volgens mij. Nederlanders die waren net iets te comfortabel. Die zaten net iets te comfortabel in hun nationale identiteit, volgens hem. Hè? Dus dat zeg je ook weer heel erg mooi. Wat betekent dat? Dus hij komt uit Vlaanderen, waarin gevochten moet worden voor de Vlaamse identiteit. En men ging er gewoon vanuit dat er zoiets was als Nederland. En men lette daar niet echt op. En voor Van Genechten mocht dat allemaal veel concreter en veel... Wij moesten een beetje opgevoed worden door hem. We moesten wat meer duidelijke stelling nemen ook. Ja, precies. Hè? Dus het Nederlandse volksgemoed, dat mocht ook best benadrukt worden. En daarin zie je natuurlijk... Ook de nationale identiteit, waar we nu ook zo mee bezig zijn. Juist, inderdaad. En daarin zie je natuurlijk al de eerste stappen op weg naar de NSB. Hè? Want daar wordt het heel erg belangrijk. Die Nederlandse identiteit. Ja, en dat vind ik nog steeds. Je moet de dingen zuiver zien. En zeker ook je eigen volk. Nou, wat hij ook zegt in zo'n brief, vind ik ook een hele interessante. Ik geloof niet dat de mens in de grond goed is. Nee. Waar komt dat vandaan? Hij geloofde heel erg dat een mens pas echt goed was als die geleerd had om na te denken. Ja. En in de grond... waren er maar heel erg weinig mensen die intelligent genoeg waren om echt na te denken. Wat een ontzettende grootheidswaanzin als ik dit zo hoor. Ja. Sorry meneer Van Genechten, maar in mijn tijd is het een beetje grootheidswaanzin. Ja, in zijn tijd gaan ook. Zeker. Ik heb u tot nu toe nog niks horen zeggen wat ook maar iets toevoegt aan dit verhaal. Ja. Nou ja, en Paul van Ostaijen was een kunstenaar waar hij dus wel goed mee van gedachten kon wisselen over dat nieuwe idee voor die nieuwe wereld. Ja, en goed mee van gedachten kon wisselen, maar ook vooral heel goed ruzie kon maken. Oh, echt? Ja, waar ging die ruzie over? Ja, die twee die lagen elkaar sowieso niet echt. Hè. Ze waren min of meer... Toen bleven ze bij elkaar zo half na hun middelbare school. Ja, ze waren min of meer tot elkaar veroordeeld omdat ze in elkaar wel... intelligente wezens hebben ontdekt. Oh, ja, ze konden allebei nadenken. Ze konden allebei nadenken. Alles maar ruzie. We hadden een discussie. En dat het af en toe opleidt is geen enkel probleem. Dat een vrouw daar niet tegen kan, snap ik. Maar u zou dat toch moeten kunnen volgen? Alleen zie je wel het persoonlijkheidsprobleem bij Van Genechten. Oh, en wat voor persoonlijkheidsprobleem had hij? Ja, hij is echt een bijzonder autoritair denker. En wil ook altijd zelf de macht hebben. En dat is bij Van Ostaijen net iets minder aan de hand. Wat is er mis met een autoriteit uitstralen en willen hebben? Al dat gebabbel en geen verantwoordelijkheid nemen, daar komt de wereld echt niet verder mee, hoor. Nou, meneer Van Genechten, en om meer te weten te komen over uw tijd bij de NSB en waarom u daar uiteindelijk weer vertrok, ga ik naar het bureau Oorlog, oftewel het NIOD, het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie in Amsterdam. En daar ontmoet ik Edwin Klijn. Maar voordat ik met hem spreek, mag ik gewoon het dossier van u inkijken daar. En ineens zit ik dan met de originele afscheidsbrief in mijn handen die u schreef in uw cel in Scheveningen, vlak voor uw zelfmoord. Pardon? U heeft mijn brief gelezen? Ja. En die brief is verspreid na mijn dood? Ja, zoals u wilde. Verschillende kranten hebben uw brief geplaatst. Ah, dat doet mij deugd. Er is geluisterd. Weet u nog wat u schreef? Naarmate ik in de eenzaamheid van de cel de gebeurtenissen van de laatste jaren overwogen heb, ben ik mij mijn schuld hoe langer hoe meer bewust geworden. Het is alsof ik uit een droom ontwaakt ben. Daarbij komt in mijn geval dat ik mij bewust ervan ben geworden dat ik door mijn optreden het Nederlandse volk ten diepste heb gegriefd. Zelfs alhoewel ik mij steeds ten zeerste mede verbonden heb gevoeld en een gelukkig man was te midden ervan te kunnen leven. De oorzaak ervan ligt in een verbitterde, verstandelijke hoogmoed. Ja, ik heb besloten zelf het vonnis van het Bijzonder Gerechtshof te executeren. Ik doe dit omdat de gevolgen bij een langer in leven blijven voor mijn gezin nog rampzaliger zou zijn dan reeds het geval is. En omdat ik van mening ben dat alleen een werkelijk zoenoffer de heilloze verwijdering tussen onze duizenden volgelingen en het Nederlandse volk kunnen doen verdwijnen. Ik dank God dat ten gevolge van mijn optreden niemand de dood heeft gevonden. Ik betuig mijn spijt over de bitsige en haatdragende woorden die ik tegenover de Joden heb gebruikt. Op een tijd dat zij reeds zo getroffen waren. Al draag ik niet de minste schuld aan hun afslachting en heb ik die altijd huiveringwekkend gevonden. Was jij bekend met Robert van Genechten? Weet je wie hij was? Ja, nou, jaren 20 heeft hij eigenlijk een wetenschappelijke carrière opgebouwd. Meester, daarna dokter, daarna aan de Universiteit van Utrecht verbonden geraakt. Als privaatdocent staatshuiskunde, zoals het toen heette. Wij zouden zeggen economie. Oké, ja. En in 1934 heeft hij zich aangesloten bij de NSB. Maar wat was, als we hem nou even in zijn hoofd gaan zitten, hè? Want wat was nou zijn beeld van een ideale wereld die hij voor zich zag? Als je eerst bij de Vlaamse Nationale Beweging gaat en dan bij de Nationale Socialistische Beweging in Nederland. Ik denk dat zijn ideaalbeeld was een sterk Dietsland. En Dietsland is dan Vlaanderen en Nederland en Zuid-Afrika erbij. Oké. Een beetje nationaal-socialistisch, maar niet helemaal op de Duitse leest geschoeid, zeg maar. Hij zegt zelf daarover dat hij eigenlijk zag dat Europa steeds zwakker werd en dat het zaak was om als Europa een vuist te vormen. En hij had het idee dat tegen de opmars van Azië, tegen de opmars van de Sovjet-Unie en ook tegen de opmars van de Verenigde Staten. Het kapitalisme in de Verenigde Staten. Dus hij dacht, Europa gaat het niet redden. Hij dacht, Europa gaat het niet redden. We moeten sterker worden en we moeten ons aaneensluiten tegen die bedreigingen. En de NSB staat ook voor een soort nationaal belang, zeg maar, om dat Nederlandse belang te verdedigen en ook samen met de andere nationaal-socialistische staten in Europa op te trekken tegen dat gevaar. Zeg. Exact. Ik zal er zelf verder niet over uitweiden, maar ik was hiervan overtuigd. Kijk, we weten dat hij snel carrière heeft gemaakt in de beweging. 1934 erbij gekomen. 1936 hoofdredacteur Nieuw Nederland. Dat is een beetje een theoretisch blad wat dan door een kleine schade van intellectuelen werd gelezen. En 1938 wordt hij vormingsleider van de NSB. En dat is de vormingsleider van de NSB? Ja, dat is leuk. Ja, de vormingsleider is degene die het kader van de NSB opleidt in nationaal-socialistische zin. Nou, een van de punten waar de NSB eigenlijk veel mensen mee trok, was het feit dat ze zeiden: groep voor individu, land voor groep, zeg maar. Het groepsbelang gaat voor. Wat denk je? Als je hem nu zou ontmoeten, wat voor man zou je dan ontmoeten? Ik denk dat het iemand is die heel veel praat en die heel veel filosofeert. En die hele lange betogen kan houden. Maar zichzelf ook een beetje verliest in zijn eigen theorievorming, denk ik. We weten ook dat hij een hele radicale kant had. In de zin van? Hij heeft zich herhaaldelijk antisemitisch uitgelaten. En hij heeft ook wel eens gezegd van: jongens, laten we er maar op losmeppen in bepaalde situaties. Op deze manier weet ineens dingen te zeggen die me onaangenaam in de oren klinken. Nou, ik zou niet alles gaan ontkennen, maar goed. Het klopt dat wij er allemaal niet bij waren, maar er is wel veel overgeleefd aan verhalen en ook over u. Wat vond hij nou van de Joden? De Joden waren in principe, wordt er vanuit de NSB gezegd, de Joden, wij hebben niets tegen de Joden. Maar wat we wel zien is dat de Joden iets tegen ons hebben. En daarom hebben we iets tegen de Joden op een gegeven moment. Dus je krijgt zo'n rare cirkel. En het antisemitisme wordt eigenlijk steeds verneiniger. En ik denk ook bij Van Genechten, als zou je het hem direct vragen in de jaren '30... ben je antisemitisch, dan zou hij zeggen nee. Maar wij merken wel dat de Joden steeds meer zich opdringen in de maatschappij. Dat ze steeds meer de belangrijke maatschappelijke posities innamen. Dat ze steeds meer overal waar er iets misging, waren Joden allemaal bij betrokken. En Van Genechten zit bij die partij, zit bij de afdeling vorming, is verantwoordelijk voor het opleiden van het NSB-kader. En ja, hij is ook verantwoordelijk bijvoorbeeld voor het voorschrijven van de literatuur die men moet lezen. En wat zit daar allemaal bij? Nou ja, je raadt het al, allerlei antisemitische, rassenideologische brochures die steeds meer opkwamen in de NSB. Dus... Ik geloof dat ik voor de moment hier niet op inga. Het is een complex verhaal. Het put mij uit. Dan wordt hij ook procureur-generaal van het Gerechtshof in Den Haag. Wat ben je dan? Wat je dan kunt doen is mensen vervolgen. Of, je kunt vervolgingen inzetten. En er worden ook bepaalde zaken aan je voorgelegd. En je hebt een redelijk... daar heeft hij ook zelf al naartoe gewerkt. Je hebt een redelijk autonome positie. Op een gegeven moment... hij heeft ook veel zaken aangespannen tegen mensen die iets tegen de NSB hadden. Dus hij gebruikt het ook echt als een soort partijpolitiek middel. Nou ja, en dan op een gegeven moment komt er iets opmerkelijks in zijn leven. Want dan is het 1943 en dan wordt hij uit de NSB gezet. Wat is er gebeurd? Hij wordt eervol ontslagen. Ja, en daarvoor wordt hij eigenlijk uit zijn functie gezet van procureur-generaal. Want? Want hij lag vaak overhoop met de Duitsers. Waarom? Omdat, en dat is wel belangrijk om te weten... Van Genechten was eigenlijk een vertegenwoordiger van de stroming in de NSB... die voorstander was voor een zelfstandig Nederland. Weliswaar nationaal-socialistisch en bevriend met Duitsland... maar een zelfstandig Nederland. En in 1942 is de Duitse bezetter wordt wat strenger... En vooral de SS en SD, de Sicherheitsdienst... die streven eigenlijk naar volledige annexatie van Nederland. En daar komt hij eigenlijk mee in botsing. Okay. En dat gaat zover dat ze hem uiteindelijk ook uit die ambt zetten. Dus in alles zit hij een beetje klem. Hij zegt het ook gewoon zelf, volgens mij. Ik zat klem. Raakt ook in echt een psychische depressie. Oké. Dus zijn hoofd draait overuren en hij komt er niet meer uit? Hij komt er niet meer uit, nee. En het gaat zelfs zover dat hij nog een poging tot zelfmoord onderneemt. In 1943? In 1943. Ja, dat is waar. Hier begonnen wel de moeilijkheden in mijn leven zichtbaar te worden. En eigenlijk al ondraaglijk. En ja, spijt is er zeker. U weet het. Ook al gelooft u het misschien niet. Oké. En toen tot 1945 heeft hij niet veel meer tegen de oorlogsmisdaden begaan, of wel? Hij heeft geschreven nog, hè, in Nieuw Nederland en Volk en Vaderland. Over zijn gedachtegoed. Ja. Maar goed, dan is het 1945 en dan blijken ze daden toch ernstig genoeg om hem ter dood te veroordelen. Ja. Ja, wat deed Robert van Genechten? Ja, die kreeg de doodstraf. Zijn advocaat ging in beroep. En hij heeft er zelf voor gekozen om zijn leven te beëindigen. Omdat hij uiteindelijk ook echt grote gewetensbezwaren heeft gekregen tegen zijn eigen rol. Hij is heel berouwvol geworden op het laatst. Het komt wel oprecht over, dat berouw, vind ik, als je het leest. Het andere is dat hij ook in diezelfde brief zegt van... ja, ik heb me schuldig gemaakt aan antisemitisme, sorry. Maar van die slachtingen heb ik nooit geweten. Dat valt heel erg te betwijfelen. Bovendien denk ik ook... Te betwijfelen of hij dat wist of niet. Ja, hoewel we daar eigenlijk ook... Ja, hebben we sporadisch bewijs van dat hij daar iets van heeft geweten. Maar ik vind wel dat... we hebben wel heel veel bewijs van de stemmingmakerij waar hij aan meedeed. Maakt het nog uit als ik reageer? U leeft precies wel in een andere wereld. Het duizelt me wel. Ik kan me niet echt voorstellen vanuit wat voor een wereld u praat. Oké, nou, we leven nu ruim 70 jaar later in een parlementaire democratie. Wel in een tijd trouwens dat nationalisme voor veel mensen weer belangrijk lijkt te worden. Kijk, mensen houden van hun eigen land. Kun je ergens nog sympathie voor deze man opbrengen? Dat vind ik wel echt heel lastig. Moeilijk. Het is confronterend. Nou, meneer Van Genechten, u hoort het. Ze zijn druk bezig uw leven en uw denken in kaart te brengen. Ja, ik vind dat heel vreemd en beschamend om met u over mijn leven te praten. Waarom? Uw leven is gelopen zoals het is gelopen. Had u het met terugwerkende kracht anders gedaan dan? U twijfelt aan mijn ideeën? Nou. Ik twijfelde daar niet aan. Dat de mensen te stom waren ze te volgen en te begrijpen, dat is wat me heeft genekt, mevrouw. Nou, er wordt over u met zo'n hoge NSB-functie en veroordeeld voor misdaden tegen het eigen volk in 2 vaderlanden eerder zwart-wit dan grijs gedacht. Maar ik heb, zoals gezegd, mijn idealen gevolgd. Ja. Ik stond ergens voor en met de kennis van nu, dan had ik wellicht andere keuzes gemaakt. Okay. En niet in mijn denken, hoor. Nee, in mijn daden. Maar in mijn leven heb ik 2 wereldoorlogen moeten doorstaan. Nou ja, dat snap ik, dat kan ik niet zeggen. Maar u had zich ook gedijsterd. Zeg, ik ben tenminste ergens voor gaan staan. Ja? Ik heb mij uitgesproken. Ik had idealen voor een andere wereld. Zijn er in uw tijd geen mensen die zo vol overtuiging zijn? Ja, tuurlijk. Maar het is geen oorlog in Nederland. Alhoewel verwijzingen naar de oorlog nog steeds gemaakt worden als mensen al te ongemakkelijke dingen gaan roepen. Wat wilt u zeggen? Nou, in deze tijd wordt er af en toe naar moslims gewezen, bijvoorbeeld op een zeer onsympathieke wijze. En dan kijken we naar jullie onsympathieke kijk op de Joden... om mezelf dan maar even voorzichtig uit te drukken. Dat krijg ik allemaal niet meer mee, natuurlijk. Wat zal ik hierover zeggen? Van een afstand lijkt alles zo anders. Ik had het fout, maar ik stond toen achter mijn ideeën. Het is allemaal anders gelopen. Ik zie dat onder ogen, maar ik ga me niet nogmaals verantwoorden. En zeker niet bij u. Nou, ik ben op Soestbergen met Ad van Liemt, een gevierd journalist... en bovenal ook auteur van veel boeken. En die boeken die gingen ook onder andere wel over de Utrechtse oorlogsgeschiedenis... want die heb je wel onder de loep genomen, hè, Ad? Ja, ik heb een fotoboek gemaakt met foto's uit Utrecht tijdens de bezetting. En ik heb een boekje geschreven een paar jaar geleden over de Maliebaan. Als een soort epicentrum van de oorlog in Nederland. Omdat op de Maliebaan eigenlijk alles zat... Duitse instanties, de NSB met een heleboel panden, de SS, verzetsgroepen, maar dan illegaal natuurlijk, zonder dat anderen het wisten, Sicherheitspolitie en de katholieke kerk en de top van het bedrijfsleven. De oorlog in het klein. Oorlog op een strekkende kilometer. Ja. Ja. Nou, en ik heb je even meegenomen naar het graf van iemand en die naam zal je wellicht gehoord hebben. Dat is Robert van Genechten, hier ligt hij, met Frits van Genechten. Met een heel Boeddha-achtig beeld erachter. Dat is helemaal apart. Ja, Robert van Genechten is een topman geweest van de NSB in de oorlog. Maar het bijzondere is eigenlijk dat hij de tweede was... die na de oorlog ter dood veroordeeld werd. En ook de tweede die ter dood kwam. Ik heb het idee dat hij in het laatste oorlogsjaar psychisch erg labiel was. En toen hij ter dood werd veroordeeld, toen heeft hij, naar hij zelf schrijft, is hij tot inkeer gekomen en ook tot overtuiging dat die straf terecht was, dat hij dat verdiend had. En toen er nog een cassatie leek aan te komen, toen heeft hij, althans volgens die brief, het recht in eigen hand genomen en de doodstraf zelf voltrokken en zich opgehangen. Trouwens aan de broekband van zijn onderbroek. Die heeft hij in de cel los zitten prutsen. Die heeft hij versterkt op de een of andere manier. En toen aan een verwarmingsbuis gehangen. En toen heeft hij een eind aan zijn leven gemaakt. En geloof je dat hij tot inkeer is gekomen? Sorry dame, maar waarom stelt u deze vraag? Als ik u iets zeker kan laten weten, dan is het dat deze brief zo oprecht is als maar zijn kan. Ik kan dat eigenlijk niet beoordelen. Ik zou het graag willen geloven, maar luister, het is niet gek dat mensen u proberen te doorgronden en vraagtekens overal bijzetten. Nou, gaat u maar door dan. Ik zal proberen te luisteren. Mensen die onder grote druk in de NSB zaten, daar was natuurlijk toch al, denk ik, bij velen een steekje los. Ik denk dat dat steekje steeds losser is gekomen. En dat hij in de slotfase van de oorlog totaal de weg kwijt is geweest. Wat voor beeld heb je bij hem dan? Het was een briljante man. Hyperintelligent. Maar ook een onmogelijk karakter. Hij maakte met iedereen overal ruzie over. Doe maar. Hyperintelligent en een onmogelijk karakter. En met iedereen ruzie makend. Dat is hoe ik gezien word. Ja, dat beeld komt vaak terug over u, moet ik zeggen. Oké, ik zal hier geen ruzie met u over maken. Ik was slim, dat is waar. Maar een onmogelijk karakter is moeilijk aan te horen. Maar hij was naar mijn idee volstrekt ongeschikt voor politiek. En raakte dus in het vaarwater van de NSB. En NSB, dat is wel interessant hoor, dat was natuurlijk ook al een partij waar het ruzie maken tot kunst verheven was. Oh, is dat zo? Ja, iedereen maakt ruzie met iedereen en overal. Dus al in dat NSB-hoofdkwartier, als je daar koffie ging drinken, had je zo ruzie met iemand? Ja, daar kwam je eens binnen, denk ik. Nou ja, ik denk wel eens, als je ziet hoeveel energie er is gaan zitten in het bestrijden van elkaar. Bijvoorbeeld NSB en Nederlandse SS. Die zaten schuin tegenover elkaar op de Maliebaan. Die bespioneerden elkaar. Echt, met inbraken en al. En ik denk wel eens, als zij de energie die ze gestoken hebben in het bestrijden van elkaar hadden gebruikt voor het verder brengen van de nationaal-socialistische idealen in Nederland, dan hadden we nog een zware pijp gerookt, bij wijze van spreken. Hè? Dus het is eigenlijk heel gunstig dat ze elkaar zo de hersens insloegen. Nou, daar past hij fantastisch in. Want hij maakt echt met iedereen ruzie. Ik had ook andere kanten, maar blijkbaar is het heel moeilijk voor u om dat te zien. Want het is toch natuurlijk toch wel een verzameling waarhoofden geweest. En eigenlijk moet je hem en zijn mede-NSB'ers toch zien als de mensen die de belangrijkste aanslag op de democratie in onze geschiedenis hebben gepleegd. Dat is natuurlijk wat je ze echt kunt verwijten. Klopt. Ze wezen de democratie af. Een veel beter systeem was in de maak. En zou die een goede leider zijn geweest, denk je? Want hij zag zichzelf dan ook wel als leider van zo'n volk. Hij was in intellectueel opzicht daar misschien wel toe in staat, maar in karakterologisch opzicht, naar mijn idee, helemaal niet. Ik moet eerlijk wel met een slag om de arm praten, want ik heb niet echt een diepgaande studie van die man en zijn karakter gemaakt. Wat ik erover gelezen heb, is wat ik net zei, gewoon een buitengewoon intelligent waarhoofd. Is deze meneer niet zelf een buitengewoon intelligent waarhoofd? Maar nou gebeurde er ook iets raars, hè, in 1943, want toen ging hij uit de NSB. Waarom zou dat geweest zijn? Nou ja, zoals gezegd, ruzie met alles en iedereen. En op een gegeven moment is hij op een briljante manier op een zijspoor gezet. Hij is namelijk door toedoen van Mussert benoemd tot hoogleraar aan een universiteit die gesloten was. Oh. Door zijn zinkwart benoemd tot hoogleraar. Een schitterende benoeming, maar de universiteit was dicht. Het was echt wel een zonderlinge man. En echt ongeschikt voor welke vorm van collectief bestuur dat je met z'n allen doet. Deze meneer heeft blijkbaar overal verstand van. Er is eigenlijk op één moment waar ik zelf hem voor ogen zie voortdurend. Gek genoeg is hij gefilmd op het moment dat hij gearresteerd, vlak voordat hij gearresteerd wordt. En er is één echt heel indringend shot van een oude, bange man die in de verte een horde mensen op zich af zit komen. En dan zie je hem in elkaar krimpen en de andere kant op weglopen. We weten niet helemaal zeker of hij hier wel ligt. Oh, hoezo? Dus in 1956 zijn de beenderen van Mussert gestolen, 's nachts, uit een massagraf. Want Mussert heeft geen graf gekregen, die hebben ze in een massagraf gegooid. Toen dat geruimd zou worden, hebben Mussert-aanhangers... die had je nog in 1956, een handje vol. Tegenwoordig is hij een soort symbool van loserschap. Maar in die tijd hebben dus aanhangers zijn botten gestolen. Dat werd bekend. Toen gaf justitie een verklaring af dat ze zich vergist hadden. Dat ze niet de botten van Mussert hadden gestolen, maar van Genechten. Die naast hem in dat massagraf zou hebben gelegen. Daarna schijnt er opeens een doos met botten op het politiebureau te zijn afgegeven in Den Haag. En toen hebben ze dat weer op de een of andere manier verdeeld. Die botten? Die botten, maar of dat nou de botten van Genechten zijn geweest... wat toen als verklaring is meegedeeld, dat weten we niet 100% zeker. Dus het kan best zijn dat wij hier in gepaste eerbied voor graf staan... waar die de botten van Mussert in liggen. Of van iemand anders. In ieder geval slechte botten. Wat daar mag verhalen, mevrouw. Het is toch best moeilijk om het aan te horen. Dat begrijp ik. Zeker met uw iets wat mildere blik van nu... Die had u toen niet altijd. Dat is me wel duidelijk geworden. Mij ook. Wat natuurlijk nog veel treuriger is de dood van zijn zoon. Hier staat hij 26/10/1949 is overleden. De manier waarop is ongelooflijk. Als jij een fictieve podcast zou maken... dus een roman zou vertellen... zou niemand jou dit verhaal geloven. Maar dit is een non-fictie, dus ik zal vertellen wat ik gelezen heb dat er gebeurd is. Die zoon loopt door Den Haag in oktober 1949. Hij loopt langs een gebouw en daar valt iets naar beneden op zijn hoofd. Een soort ornament dat van de gevel afvalt. Krijgt hij op zijn hoofd, morsdood. En het gebouw, dat was het gebouw waar de organisatie zat die de bijzondere rechtspraak deed. Waar zijn vader ter dood was veroordeeld. Ja, dus de organisatie die dat allemaal regelde. Dus ook de berechting van zijn vader en de hechtenis en alles. Die organisatie had een gebouw. Daar zat iets los en het valt op het hoofd van een toevallige passant. Zijn het de zoon van Robert van Genechten. Het niet, hè? Nee, ja, of daar nou een opperwezen zich toch op een moment van verveling zich mee bemoeid heeft. Dat zou je toch bijna wel denken. Wat een triest verhaal. En wat erg ook voor Popje en Martin. Hoe zullen ze dat gedaan hebben? Je ziet wel die fascistische ideologie waar die van Genechten in geloofsheid heeft, die kon wel echt tot het ultieme kwaad leiden. Dat is in de oorlog gebleken. Nou ja, want als ik me zo... Ik heb me ook een beetje in Robert van Genechten verdiept. En hij is natuurlijk een theoretisch zeer onderlegd man. En dan kom je in de praktijk. Hè, wat hij bij de NSB en ook bij zo'n bijzonder gerechtshof. En dan uiteindelijk in 1943 moet er een soort husselduzzel in zijn hoofd zijn geweest. Van, maar wat ik lees, dat is een heel leuk beeld. Maar de mensen doen niet leuk mee. Het kan helemaal niet. Nee. Dat hij daardoor een beetje in de war is geraakt. Hij was slim genoeg om te bedenken dat het misschien wel geen goed idee was. Deze mensen zijn in het kader van hun berechting bijna geen van alle psychiaters onderzocht. Dat zouden we nu bij dit soort zware straffen sowieso altijd doen. Dat gebeurde toen eigenlijk heel zelden. Als iemand evident gek was, werd er wel eens naar een zenuwarts gestuurd. Maar het kwam bijna nooit voor, ook niet bij de allergrootste moordenaars. Ja, en hoe word je dan achteraf beoordeeld? Dat is natuurlijk de vraag waar we nu voor staan. En waar we bij deze meneer voor staan. Ja. Als de psychiatrie op dat moment even ver was als nu... dan was er misschien een diagnose gesteld waarvan wij nu tegen elkaar zouden zeggen... ach, die arme van Genechten, die kon er ook niks aan doen... dat hij die akelige afwijking had. Dan denk je daar heel anders over dan wij nu over hem denken... omdat wij niet weten wat hij gehad heeft. Mevrouw, even... Ja, ik heb geleden aan depressies. Ja, Ik ben in de war geweest door het verschil in de theorieën die ik heb ontwikkeld en wat ik zag gebeuren in de praktijk. Maar dit klinkt denigrerend, mevrouw. Kunt u zeggen, maar het is waar dat we nu vaker mensen diagnosticeren. Ook mensen als u, die wel in psychische nood hebben verkeerd. Vooruit, gaat u door. Ik ga proberen weer verder te luisteren. De NSB is echt, staat symbool voor losers. Dus je hebt, ook onder we hebben natuurlijk volop neonazis in Nederland, maar die gebruiken niet, die gaan zich niet tot fans van de NSB. Dat doe je niet. Zelfs de allergrootste idioten doen dat niet. Want dat is gewoon, het is heel grappig eigenlijk, hè? Dat geen enkele positieve connotatie heeft gekregen, de NSB. In de moderne tijd. En het ergste scheldwoord dat je in Nederland iemand kan toevoegen is NSB'er. Nog altijd. Ja. Los van alle... Dus het is niet helemaal geluk met die organisatie wat dat betreft. NSB is heel erg mislukt. Is dat zo? Wil ik dit allemaal weten? Ik vind dat nogal aanmatigend wat die meneer Van Liemt suggereert over mijn psychisch welbevinden. Dat zijn zijn zaken niet. Laat hem naar zichzelf kijken. Nou zeg... Dat zijn vragen die spelen, ook omdat u in behandeling bent geweest. In 1943 voor een depressie en in 1945. Nogmaals, dat zijn uw zaken niet. Het gaat om de wereld waar ik in geloofde. Nou, maar heeft u iets over het hoofd gezien dan? Het leven in die tijd vroeg andere dingen. Ik ga niet met u over mijn theorie spreken, mevrouw. Dat lijkt mij zinloos. Nou ja, en u vond de mensen die u volgden wel oké? Konden ze u wel volgen? Ja, tot een bepaald punt. Ik vond het idee dat de mens centraal staat niet goed. Ik wilde het volk in het centrum van de aandacht zetten. Dat leek me de enige juiste weg voor een betere samenleving. En ook om Europa sterk te houden tegen grootmachten als Rusland en Amerika. Maar het volk heeft sterke leiders nodig. Leiders die kunnen denken. En ook als dat ten koste van veel humaans ging? Grote veranderingen vragen om scherpe regels en een duidelijke visie. Die heb ik toegepast en uitgedragen. En diezelfde scherpe regels in een bevrijd Nederland hebben ervoor gezorgd dat u ter dood veroordeeld werd. Weet u hoe het mijn gezin is vergaan na mijn dood? Ja, een beetje. Over uw zoon Frits heb ik u verteld. Mm-hmm. En ik ga proberen familie via uw andere zoon terug te vinden. Ah. Goedenavond, met mevrouw Van Genechten. Ja, hallo, met Carine van Santen. U kent me niet, maar ik ben bezig met een verhaal over Robert van Genechten. Zegt die naam u iets? Ja, nou ja, het zegt me wel wat, want iemand heeft er ooit alles meer nagevraagd. Oh echt? Wordt u vaker gebeld? Maar ik weet dus niet, ik ken die man zelf helemaal niet. Oké, u bent geen familie van Robert van Genechten? Nee, helemaal niet. Oh, want u bent de enige van Genechten in Utrecht. En ik zal u vertellen, het is een meneer die is overleden. Die ligt hier op begraafplaats Soestbergen in Utrecht. En ik ben op zoek naar familie van hem. Maar u weet ook niet hoe ik daar aan kan komen via u. Nee, mijn schoonzuster, die is 10 jaar ouder als mijn man. Ja. En die moet het dus eigenlijk wel een beetje weten. Mm-hmm. Die weet het ook niet. Nee. Maar zij is ook inmiddels overleden. Dus we kunnen het er niet vragen ook. Nee. Nou, dan ga ik op een andere manier zoeken naar familie. Dan dank ik u in ieder geval. Dag. Dit levert dus niks op. Maar ik heb inmiddels ook contact gezocht met het Centrum voor Familiegeschiedenis in Den Haag. Zij hebben het een en ander voor me uitgezocht en lieten me weten dat uw zoon Martin 4 kinderen heeft gekregen. En ik kreeg ook nog mee dat uw vader in hetzelfde jaar als uw zoon Frits is overleden. In 1949. Maar dan iets eerder. Ach, wat een zwaar jaar voor Popje. Ja, nou goed. En toen werd ik doorverwezen naar de site, dat zegt u niks, maar dat heet MyHeritage. Maar mensen zullen me wel begrijpen die dit luisteren. Daar zou ik wellicht via de beheerder van de site verder geholpen kunnen worden. Hm. En niets bleek minder waar. Want het bizarre toeval is dat zij, die beheerster van die site dus, verre familie van u is. Ze liet me weten dat de vrouw van uw zoon een volle nicht van haar vader was. Volgt u het nog? Hm. Maar goed, ook dat uw zoon dus 4 dochters heeft gekregen. En dat zij mij in contact kan brengen met een volle nicht van uw kleindochters. Ja. Ja, gaat u door. Die nicht heb ik gesproken. Zij heeft uw oudste kleindochter Beppie gemaild met mijn verzoek. Maar ik krijg geen antwoord. Ik heb lang gewacht. En ik heb u teruggebeld, maar het gaat niet gebeuren. Ah. Dus ik kan u alleen dit vertellen. Uw kleindochters heten Beppie. Karen, Desiree en Pauline. Ze hebben met elkaar 6 achterkleinkinderen van u gekregen. En ze wonen allemaal in Zuid-Afrika. Ah, voilà. Daar waar uw zoon Martin naartoe is vertrokken. Het lijkt een beetje op een vlucht uit jullie gezinsdrama. En ik denk eigenlijk dat Popje daar ook terecht is gekomen, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Toch opmerkelijk dat u alleen kleindochters heeft gekregen. Alsof u iets te leren heeft over vrouwen. En wat wilt u dat ik zeg? Insinuaties, daar ga ik niet op in. Ik heb mij altijd aan theorieën en feiten gehouden. Nou, Popje heeft uit een grote daad van liefde, vermoed ik, u laten herbegraven op begraafplaats Soestbergen. Popje die heeft een goede daad verricht. Ja, nogmaals, dit is een liefde voor u gedaan, dat kan niet anders. U kende meer dan haat om u heen, blijkbaar. En die betere wereld waar u in geloofde, daar kan ik misschien nog her en der in meegaan. Maar waarom zo racistisch en antisemitisch? U heeft zelfs Van de Vos Reinaerde herschreven tot een anti-Joods verhaal. Mijn gedachten over het Joodse volk ga ik niet in het kort aan u uitleggen. U heeft in mijn brief mijn verontschuldiging gelezen en daar laat ik het bij. Toch hebben al met al veel mensen u gehaat om uw denken en om uw daden. Ik vond nog een gedicht van ene meneer Kruidenier. Luister wat hij schreef. In het kort en door een hatelijke bril uw levensverhaal. Dat heeft u wellicht trouwens nog meegekregen, maar komt-ie. Professor Judas van Genechten verried zijn Belgisch vaderland. Hij liet zijn landgenoten vechten en nam de wijk naar Nederland. Hier zou hem geen gevaar meer deren. Hier was hij veilig voor den dood. Hier kon hij rustig promoveren en hier verdiende hij zijn brood. Ik heb het meegekregen. Professor Dr. Van Genechten, jij schurk, jij kampioen schafuit. De geuzen zullen je eens berechten, dan wee je landverradershuid. Toen liet het me koud. Een man die een ander verhaal geloofde en die aan de verkeerde kant stond. Wilt u ook nog weten hoe het met Mussert is vergaan? Dus ook ter dood veroordeeld, zeker? Ja. Hij is op 7 mei 1946 geëxecuteerd op de Waalsdorpervlakte in Den Haag. En ook in een anoniem graf gelegd op de Algemene Begraafplaats in Den Haag. Zodat niemand jullie meer kon vinden. U was zeer slim, dat is me duidelijk. Maar dan kunt u toch ook verhalen van meerdere kanten bekijken? U was zo rechtlijnig. Ik hield van heldere lijnen. En dat heb ik te grondig aangepakt. Te grondig blijkt nu. Mijn leven is mislukt. Zoveel is duidelijk nu. Oh ja. Die afscheidsbrief, hè, waar u toelichting geeft op uw zelfmoord. Is dat om ons wat milder over u te laten denken? Ik heb mijn hele leven geprobeerd mensen te overtuigen van mijn idealen. En dat is mislukt. Ik zeg het toch? Ja, u zegt het. Maar het gaat er bij mij toch ook niet in dat u alleen maar een slecht mens was. Dus zullen we uit elkaar gaan om nog op iets wat licht te zetten wat goed was? Op de liefde bijvoorbeeld van uw gezin en voor uw gezin? C'est comme vous voulez, madame. Gaat u nu Frans praten? Ik doe er verder het zwijgen toe. The Dead Society is een productie van Carine van Santen in samenwerking met Stichting Een Heel Klein Dorpje. En is mede mogelijk gemaakt door de provincie Utrecht, de gemeente Utrecht, KF Heijn Fonds en Stichting Elise Mathilde Fonds. Idee en uitvoering Carine van Santen. Advies storytelling Wouter IJsinga. Editor Arno Peters. Stemacteur Dennis Koenen. Muziek Daniel Cross, Rosa Ensemble. Waarom is Utrecht eigenlijk zo'n grote NSB-stad geworden? Omdat hij is hier opgericht door Mussert en Van Geelkerken. Ze hebben hier het hoofdkwartier gevestigd. Eerst op de Oudegracht en vanaf 37 op de Maliebaan. En Utrecht heeft zich daar altijd eigenlijk een beetje voor geschaamd. Ook tot vandaag. Je ziet op de hele Maliebaan geen enkel teken wat daar allemaal in de oorlog geweest is. Dat verzwijgt Utrecht, verdrinkt Utrecht. Dat helpt niet hoor, die kast. Die krijg je niet dicht, die blijven geuren uitkomen. Heel onvolwassen eigenlijk. Het laatste keer op een bijeenkomst ook hardop gezegd... dat Utrecht dus volwassen moet worden. Dus op een normale, volwassen manier naar het verleden moet kijken... waar ook zwarte bladzijden in zaten.